Mijn vader is in 1960 begonnen met het mechanisatiebedrijf. Die is toen begonnen met verkoop van tractoren, melkmachines en de hele mechanisatie. Landbouwmechanisatiebedrijf De Bruin in Bodegraven is een van de genomineerden voor de beste LMB 2015. Het bedrijf is voornamelijk actief in de melkveehouderij. De belangrijkste merken die we voeren, dat is eigenlijk Massey Ferguson tractoren, Lely hooibouwmachines, zeker de Laval melkmachines. De trioliet voersystemen doen we ook nog veel in, schouten, bemesters en sleepslangsystemen. De Bruin heeft op dit moment 25 medewerkers in dienst. Is dat groot genoeg of is verdere groei noodzakelijk? Ja, ik denk het wel. Je ziet gewoon je kennisniveau dat stijgt eigenlijk iedere dag. Een importeur die verlangt ook steeds meer van je. Dus het is gewoon nodig dat jouw mensen toch steeds meer weten. Ja. En dat je eigenlijk min of meer naast die boer gaat zitten. Kijk, en waar we zeggen, die boer die overblijft in de toekomst. Ja, dat zijn toch boeren die zijn met manager bezig. Die gaan naar grotere koppels koeien. Dus die eisen van ons ook gewoon die kennis. En wij moeten die mensen er ook mee helpen. Naast het oude pand bouwde De Bruin vorig jaar een spliksplinter nieuwe showroom. En opmerkelijk, op de eerste verdieping is volop ruimte voor tweedehands onderdelen. Waarom zou de titel Beste LMB 2015 dit jaar naar Bodegraven moeten gaan? Ik denk dat wij de beste zijn omdat we gewoon een hele goede service verlenen naar onze klanten. Ze kunnen, ik denk, zowat dag en nacht bij ons terecht. Ja, en een heel groot magazijn met onderdelen. Zodra de klant kapot is, dan we pakken de onderdelen. We gaan er naartoe of de klant komt naar ons toe. We repareren hem en hij kan weer door.